Hoi, leuk dat jij een LOL Surprise video komt kijken bij mij vandaag. Ik ben even mijn ballen aan het proberen op te maken. En ik heb er nog eentje van serie 2. En dit is een Little Sister van serie 2. Dus ik pak even mijn kaart erbij. Want ik heb volgens mij nog niet zo heel veel Little Sisters van serie 2. Nou, het zou dan wel leuk zijn als ik dan een nieuwe voor mijn collectie erbij kan krijgen. En als ik een dubbele heb, nou ja, dat geeft niet. Dan ga ik daarmee knutselen. Ik zet even de kaart opzij en dan ga ik gelijk beginnen met het openen van de bal. Serie 2, die zijn kleiner, hè? Of Little Sisters zijn kleiner dan de grote ballen. Scheelt ook bij het kopen, want die zijn dan wat goedkoper. We gaan beginnen met de Rebus. Ja, de Rebus is nieuw, dus dan grote kans dat ik dan een nieuwe pop heb. Ik zie een soort glazen bol met ja, waarin de toekomst voorspeld wordt, lijkt wel. En een star, ster, star. Future star misschien, toekomstige ster. Dat de baby uit de bal in de toekomst een ster gaat zijn. Ja! Future star. Future betekent toekomst, star is een ster. Dus in de toekomst gaat de baby uit de bal een ster zijn. Nou, dat is wel heel erg leuk. En dan ritsen we gauw door. En ik zie een gouden bal. Dat is leuk. Een gouden bal. Wat zou dat kunnen zijn, een gouden bal? Ik heb nog niet zoveel. Volgens mij zit pas mijn tweede gouden Little Sister bal. Dus dat zou wel heel erg gaaf zijn. Nou, ik ga gauw door. Ik ben heel benieuwd. De stickers. Mijn pop kan straks van kleur veranderen. Dus dan doe ik het straks even in koud water om te kijken wat er bij haar gebeurt. En dan gaan we de bal openmaken. Zo. De cadeautjes eruit halen. Kaart kan opzij. En dan gaan we beginnen met... Even kijken hiermee. We gaan... Kaart er even bij. En dit is voor de bal. Als ik mijn bal mee wil nemen, is dat natuurlijk erg handig. Want dan kan ik dit dus erin vastmaken. En dan kun je hem dus zo handig meedragen. Dit kan dan open, dus je kan het aan je tas klikken, aan je riem klikken. Handig om, om zo mee te nemen. En als accessoire, zodat we kunnen zien welke pop het zou kunnen zijn. Oh, dit is al de pop. Oh, ben ik in de war. Ik had dit andersom moeten doen. Wat stom. Ik dacht dat dit de pop was. Ik ben helemaal in de war. Ik dacht echt de streepjes als de pop. Ik heb Little Kitty Queen. Nou, dat is leuk. Little Kitty Queen heeft allemaal glitters. Een gouden bal. En dat vind ik wel heel erg leuk. Het ziet er wel leuk uit. Mooi ziet hij eruit met al die glitters. Dat kun je ook wel zien. Dat ziet er wel heel gaaf uit. Ik ben benieuwd hoe ze gaat kleuren. Hè? Want glitters in het water. Ik ben best wel benieuwd hoe dat dan zal gaan. Het broekje ook heel erg gaaf. Al een speentje heeft ze standaard in de mond zitten. Nou, dan gaan we nu dus wel naar haar accessoire. Ook een beetje stom van mij. Oh, die had ik ook nog niet gezien. Nou, het gaat een beetje mis vandaag. Want ik had aan de vorm kunnen zien dat dat niet de pop was. Een beetje onhandig voor mij. Even een off day vandaag. Dan gaat er wat meer mis, hè, op een dag. Dan heb je een off day. Of gewoon een pechdag. Maar dit was niet pech, dit was gewoon niet goed nagedacht. Dit is gaaf. Hele gave... Glitterschoentjes, die zijn wel echt heel erg cool. Die zijn natuurlijk veel te groot voor haar. Dus die zijn voor haar grote zus. Nou, ik vind ze wel heel gaaf uitzien. Hele gave glitterschoentjes. En dan hebben we hier een tasje. Zo.
Zou die ook glitteren? Nee, die glittert niet. Dit is een kitty, omdat het dus Little Kitty Queen is. Een kitty tas. Nou, heel erg leuk. Die kan je gebruiken door met papier-maché na te maken. En dan kun je hem wel heel mooi glitteren. En dan past het heel erg leuk bij de op. Ik ga even koud water erbij halen. Ik laat ook gelijk even een andere little sister van mij zien. Die ik zelf heb geknutseld om daar een hele mooie pop van te maken. Ik ga even de boel klaarzetten. En hier zie je dus mijn Kitty Queen die ik vandaag erbij heb gekregen. Hartstikke gaaf met de mooie glitters. Ja, heb je dus een andere pop die je of dubbel hebt en die wil je ook een beetje een soort upgrade geven naar een mooie glitterpop. Nou, dan kun je hier dus een voorbeeldje zien. Ik heb hier een Little Sister omgetoverd tot een hele coole, gave glitter sister. Het is een Valentijnsdag sister geworden met dus een leuk hartje. Een leuk hartjes ja, haarband eigenlijk. En de haren is natuurlijk ook wel heel erg gaaf zo om te zien. En ik had er ook een Valentijnsdag stoeltje gegeven in glitter. Dus zo kun je dus zien hoe je zelf op een eigenlijk op een leuke wijze je eigen pop tot glitter om kan toveren. En het leuke aan deze pop is dat eigenlijk alles uit kan. Het is een pruikje wat ik heb geknutseld. Dat kan er gewoon af. Nou ja, schoentjes die heb ik zelf gemaakt. Dus die kunnen ook gewoon natuurlijk van haar beentje af. En ik heb zelfs met papier-maché had ik een leuk pakje gegeven. Dus als ik mijn originele pop weer terug wil, dan krabbel ik eigenlijk het papier-maché pakje er weer af. En daaronder zit haar originele kleding. Zodat er niks aan de pop verpest is en ik het weer in originele staat terug kan krijgen. Nou, ben je benieuwd hoe het allemaal bij elkaar eruit zag? Ik heb hier een video waarin ik dus het uitpakken van mijn eigen geknutselde Valentijnsdag Little Sister pop heb laten zien. Ik heb ook een leuke grote versie van Valentijnsdag pop. Ik zal even kijken of ik daar een linkje onderin bij de beschrijving kan plaatsen. Maar goed, ik ben benieuwd of mijn nieuwe pop, hoe die dan verkleurt in koud water. Dus een bak met water. Zo. En dan gaan we daar eens even goed naar kijken. Wat gebeurt er met haar in koud water? Aan de voorkant zie ik niet echt iets gebeuren. Ja, dat kan natuurlijk ook niet met alle glitters. Dus dat vind ik eigenlijk wel heel bijzonder. Maar ja, ze gaven er wel een sticker bij dat het kan verkleuren. Maar ik zie niks. Ik zie echt niks gebeuren. Ook niet haar speentje. Ik dacht misschien haar speentje. Oh, in haar gezicht. Ja, kijk. Hier bij haar ogen zie je het dus roze worden. Ze krijgt daar een soort ster bij haar ogen. Kijk, ik zal even weer eruit halen. Dan kun je het een beetje zien. Als ik haar eruit haal en ik ga even met warme vingers langs haar ogen, dan zie je dus helemaal niks bij de ogen. Je ziet daar niet echt iets. Ja, heel lichtjes zie ik dat daar iets zou kunnen komen bij haar ogen, maar je ziet het niet echt. En als ik het in water doe, dan wordt het ineens feller roze bij haar ogen. Een paar mooie streepjes. Nou, het is heel subtiel, heel klein wat er dan verder te zien valt. Misschien heb ik het water ook niet echt koud genoeg. Even kijken of ik haar in mijn ijspak kan duwen. Kijk, normaal gesproken is mijn water zo koud dat ik mijn vingers er niet echt in wil houden. Dus het is nu niet koud genoeg. Maar je kunt het wel zien bij de ogen. Nou ja, dat is wel leuk. En dat was het dan weer voor vandaag. Ik hoop dat je deze aflevering leuk vond. Is dat zo? Vergeet niet de video een like te geven. Wil je meer van dit soort video's zien? Hier kan je mijn kanaal abonneren. Abonneren is gratis. Hieronder zie je het kanaal van mijn man, Gamer Papa. En ik plaats hier al mijn LOL Surprise video's. En daar zitten ook hele leuke knutselvideo's. En ook zelfgemaakte popjes bij. Doepa doe!